Excelsior 31 TV wordt mede mogelijk gemaakt door Shubi Reisen en Kapsalon De Look. Ja, Ryan. Daar staan we dan na de wedstrijd. Eerste wedstrijd in de derde divisie. Helaas met 1-0 verloren van Odin. Wat vond je ervan? Nou, ik moet zeggen, wel een teleurstellend gevoel. Teleurstellend gevoel in de zin van dat ik wel denk dat wij meer verdiend hadden dan een 1-0 verlies. Ik denk dat het ook te zien was in het spelbeeld. Zij lieten ons aan de bal. Dat was duidelijk te zien. Wij hadden de bal. Soms niet altijd even secuur daarin, maar ik denk wel genoeg gedomineerd. En ik denk ook wel gecreëerd om om aanspraak te maken op overwinning. Dus in die zin denk ik onverdiend. Ja, eerste 24 minuten goed. Jullie krijgen een drinkpauze. Daarna was het, ze maken de 26e minuut een doelpunt. Toch wel een beetje verkeerd uitverdedigen, vond ik zelf. De middenvelder kreeg die bal geschoten mooi in de kruising. Maar daarna waren jullie het even kwijt. Ja, je zegt al goed, het was een aardig doelpunt. Dat gevoel hadden wij ook wel. Waren we het even kwijt, even weer aan het zoeken. Misschien dat het hun ook wel een boost gaf dat zij iets meer naar voren speelden. Maar ik denk tweede helft wel weer aardig opgepakt. En nogmaals, in die zin jammer dat we in ieder geval niet een doelpunt wisten te maken. Ja, want tweede helft zeg je goed opgepakt, maar jullie waren ook dreigende. Ja, dat idee had ik ook in het veld. Af en toe een klein countertje van hun. Aantal snelle gasten voorop. Nou, dat hadden we soms wel even lastig mee, maar ik denk al met al dat we het redelijk hadden staan in die zin. Ja, toch wel een paar mogelijkheden gehad op het doelpunt, maar het was net niet. Dus wel teleurstellend. Ja, zeker, zeg je terecht, teleurstellend. Alleen we gaan weer verder. Volgende week weer nieuwe ronde, nieuwe kansen. Dus dan moeten we ze dan maar pakken. Ja, we gaan niet over één wedstrijd. Het seizoen gaat over zoveel wedstrijden. Ja, nu verlies je helaas. Maar wat vind je van het niveau van de derde divisie? Of kan je er nog weinig van zeggen? Want ik heb wel het idee dat zij, daar ga je meer mee maken. Zich laten inzakken, jullie het spel laten maken en snel eruit komen. Dat zou zeker kunnen. Ja, ik denk ook deels de speelstijl die ze hadden, 5-3-2. Dat kan ervoor zorgen dat je of heel aanvallend of heel verdedigend bent. Het laatste was dus vandaag het geval bij hun. Dan ben je aan de bal, veel aan de bal en dan... Dan zie je wel dat je bij fases leuk mee kan voetballen. Dus ik denk wel dat op basis van deze wedstrijd wij zeker wel in de divisie horen. Last van de hitte gehad? Ja, het was goed warm. Maar het is voorbij, dus we moeten even van de dag genieten. Hè? Ja, ik vind het zo grappig, want op de tribune hoor je ook van snelle. Maar zo werkt dat niet, hè? Nee, ja, in het veld wil je zo snel mogelijk, zo goed mogelijk. Maar dat gaat niet altijd goed en niet altijd even snel. Ja, zo be het. Volgende week nieuwe kans. Ja. Gaan we er even voor. Okay, dankjewel. Excelsior 31 TV wordt mede mogelijk gemaakt door Shubi Reisen en Kapsalon De Look.